Een moppie. Ik had kijken hoeveel schuim. Goedemorgen, het is vandaag maandag vroeg in de ochtend en vandaag is het 14 december. Dus dat betekent dat ik weer een jaartje ouder ben geworden. En voor degenen die het niet weten, ik ben vandaag 24 geworden. Dus dat is niet heel jong, maar ook niet heel oud. En ik blijf vandaag gewoon lekker thuis zijn met Dwayne, die is vandaag ook vrij. Ik heb natuurlijk afgelopen weekend al mijn verjaardag gevierd met Dominique. Dus ik heb me al heel erg jarig gevoeld. En gisteren zijn mijn ouders hier ook geweest en hebben ook lekker taart gegeten en zo. Dus dat jarige gevoel is eigenlijk een klein beetje weg. Maar ja, vandaag is dus officieel de dag dat ik echt 24 ben geworden. En ik ga zo meteen opstaan. Dan ga ik even douchen. En dan gaan we met Kenzo even naar de dierenarts. Want die heeft een bultus op zijn rug, zoals ik in mijn vorige vlog vertelde. En daar moet even naar gekeken worden. En daarna weten we niet wat we gaan doen. Maar dat zien we straks allemaal wel. Just go with the flow. Ik ga eerst even mezelf opfrissen. Ik lag net nog heerlijk even in bed en toen ging de bel en toen stond er een meneer aan de deur met deze heerlijke cupcakes. Kijk hoe lekker. Er zitten verschillende kleuren botercrème op en dit heb ik gekregen van de webshop Lofies. Echt super lief. Bedankt meiden. Hier ga ik lekker van smullen vandaag. Ik heb mezelf net klaargemaakt. Het is nu 10 uur. Dus Dwayne en ik hebben nog een half uurtje en dan moeten we bij de dierenarts zijn. En ik ga jullie ook gelijk even mijn outfit van de dag laten zien, as usual. En ik ben er wel een klein beetje zenuwachtig, moet ik eerlijk zeggen. Want ik ben gewoon bang dat er iets aan de hand is met Kenzo. Maar veel van jullie zeiden onder mijn video en ook bij de reacties dat het niet zo heel erg veel voorstelt als een jongere kat een bultje heeft. En ik kon het indrukken. En dan is het gewoon heel erg zacht. Dus dan is het of een absces of een vetbult. Dus ik ga er ook gewoon van uit. Ik ga niet van het ergste uit, want het tumor. Hij is nog heel jong, dus dat kan niet zo zijn. Ja, we zien het straks wel. Ik laat het jullie ook zeker even weten als ik weer thuis ben. En dan ja, hoop ik dat het allemaal goed gaat komen. Ik ga jullie nu eerst even mijn outfit laten zien. Dit is wat ik draag. Kijk, mijn trui die ik aan heb is van Lofies. En het is een hele lange, dikke kooltrui. En die zit super lekker warm. En dan draag ik mijn nieuwe armbandje. Jullie zien hem nu niet. Die van Buddha to Buddha die ik heb gekregen van mijn vriendinnen en van mijn familie en van Dwayne. En dan heb ik aan een ja, leren imitatiebroek. En die is van Boohoo. Zit lekker stretchstof in. Die heb ik net nieuw. En mijn laarsjes zijn van Fashion Pills. En die heb ik een tijd niet aangehad, maar ik dacht ik doe ze weer eens een keertje aan vandaag. En dat is mijn outfit voor de dag. Oorbellen kennen jullie ook inmiddels wel. En ik ga hier straks denk ik of een leerjasje overheen doen of mijn trenchcoat. Moet nog even kijken. Gaan we naar de dierenartsen. Ja, hij houdt er echt niet van. En Moppie is zo klaar. Ik zit nu in de auto. Ik heb net Dwayne en Kenzo thuis weer afgezet. En gelukkig was er niks ernstigs aan de hand met Kenzo. Ze hebben me even gecontroleerd. Dus wat het bultje dan precies was. En dat bleek dus een absces te zijn. Een absces is een soort ontsteking onder de huid. Dus die moest opengesneden worden. En dat zag er echt heel erg vies uit. Maar ook vooral heel pijnlijk, want Kenzo die heeft natuurlijk gewoon een heel dun huidje. En dat moest dus, nou ja, ik zal niet te veel details verklappen, maar het was gewoon heel zielig. Maar ja, Kenzo doet het goed. Hij is nu lekker thuis met Dwayne. En we hebben hem snoepjes gegeven als beloning, omdat hij zo braaf was geweest net. En nu ga ik naar mijn zus toe. Met mijn zus ga ik heel even de stad in. Ik moet naar de Xenos en nog even naar andere winkeltjes in het centrum. Omdat ik een kerstvideo ga opnemen, Do It Yourself. En die ga ik zo meteen denk ik ook gelijk filmen. Want ik ben dan wel jarig, maar afgelopen weekend heb ik het gevierd. Dus ik voel me nu niet echt jarig. Dus dan vind ik het ook gewoon leuk om ja, mijn werk te doen. Want anders dan zit ik ook maar thuis te niksen. Want het is maandag. En maandag is gewoon echt een suffe dag, weet je. Dus nou ja, dan is een do-it-yourself video opnemen natuurlijk hartstikke leuk om te doen. Tenminste, ik vind het leuk. Dus ja, ik ga jullie meenemen naar de stad. En ik ben er nu bijna. Dus ga ik eventjes kijken wat er allemaal te vinden is in de Xenos. Ik ben in de stad samen met mijn zus. Die loopt hier naast me. En we zijn net bij de Xenos geweest. Daar heb ik wat dingetjes gehaald. Tassen vol. En dat zien jullie in een do-it-yourself video. En die staat nu al online. En we gaan nu nog heel even naar de Jumbo. Dan moet ik nog naar de Action. En dan ga ik naar huis. En dan ga ik de video opnemen. Maar dat zien jullie allemaal dus later. Of nee, die staat al online als jullie dit kijken.
Dus stay tuned. Ik ben eindelijk klaar. Ik heb net bij de Action ook nog het een en ander gehaald. Zoals lijm, opplakstukjes en zo. En nog wat extra accessoires voor de do-it-yourself video. En nu ben ik dus klaar met alles. Ik heb ook even bij de bakker net wat lekkers gehaald voor Dween. Want die is ook thuis vandaag. Dus ik ga nu snel naar huis toe racen. En dan alles filmen. Want de video moet dus overmorgen online. En ik wil het gelijk zo snel mogelijk allemaal af hebben. Dus ja, maar dat gaat helemaal goed komen. Ik ben alweer een tijdje thuis en ik heb net even alles uitgestald hier in het kantoor. En dan kan ik nu gaan beginnen met filmen. Hier ligt alles op de grond. Ik heb daar een kleedje als ondergrond neergelegd. En daar wat lampjes aangezet, zodat ik ook een leuke sfeer heb op de video. En hier liggen echt allemaal verschillende do-it-yourself spulletjes. Het enige wat ik nog moet doen is mijn camera op mijn statief zetten. En dan kan ik gaan beginnen. Kenzo ligt ook gezellig hier erbij. Hè? Vindt hij altijd leuk om te kijken als ik aan het filmen ben. En ik ga ook even wat anders aantrekken. Want nu heb ik dus een super warme sweater aan. Maar die lamp is zo warm als je daarachter zit. Dus ja, dat eerst even doen. En dan ga ik beginnen. Omdat het een lekker vachtje is, hè? Ach, zie. Kenzo. Hij zit helemaal in te bijten. Het is nu 7 uur geweest en ik ben net klaar met filmen en ik heb ook gelijk even eten klaargemaakt. Na het eten moet ik alleen nog de intro van de video filmen, maar dan moet ik hem nog editen. Dus ik ben nog wel even bezig, maar dat vind ik niet erg. Maar vandaag ligt er op mijn bord vlees met aardappeltjes, groenten. En dan heb ik ook sinds lange tijd weer eens appelmoes gehaald. Daar had ik echt super veel zin in. En ja, Dween houdt er niet van, maar ik wel. Dus ik heb gewoon een klein potje gehaald. Eet smakelijk, schatje. Hou je van, hè, stukje vlees. Kijk hoe schattig Kenzo ligt op de bank. Die pootjes zo. Hey. Hallo. Ik ga lekker in bad. Hij is al bijna vol. Ik ga alleen nog even kijken wat ik in bad mee ga nemen. Ik denk deze van Lush. De bubbelbar en die moet je helemaal verkruimelen. Kijk hoeveel schuim. Wow. Ik kom net uit bad en het was echt heerlijk om even een half uurtje niks te doen. En ik heb net mijn pyjama aangetrokken en Dwayne en ik gaan zo meteen ook direct slapen. Dus ik ga de vlog ook afsluiten en dan hoop ik natuurlijk dat jullie het leuk vonden. Ondanks dat het gewoon een rustige dag was en dat ik niet heel veel heb gefilmd. Maar goed, het is natuurlijk niet iedere dag hetzelfde. Ja, vergeet je natuurlijk niet te abonneren als je dat nog niet hebt gedaan. En dan hoop ik jullie morgen weer terug te zien. Doeg!